Kees en Rob, van harte welkom op het secretariaat hier in Eindhoven. We gaan het over de hervormingen hebben en dat naartoe werken natuurlijk naar de AV van 11 november, waar de leden daarover gaan stemmen. Kees, jullie hebben als bestuur in 2018 de opdracht gegeven aan Rob en zijn team, om het zo te zeggen, de werkgroep, om aan de slag te gaan met de hervormingen. Waar is dat, wat is daar de achterliggende gedachte bij? Nou, er waren een aantal zaken die de afgelopen jaren speelden binnen de vereniging, die ons ertoe noodzaakten om te kijken van, ja, zijn we nog wel goed bezig? Ja. Onder andere, we zitten met een algemene ledenvergadering waar 30 mensen hoog uitkomen. Tweede is dat we het bestuur het ook wel met die veranderende maatschappij, de veranderende manier van communiceren met elkaar, ook wel eens wat meer wilde sparen met de leden. Van wat moet er nou gebeuren? Wat moeten we nou gaan investeren de komende jaren? En is de verenigingsvorm die 75, bijna 75 jaar geleden is bedacht en waar we mee aan de slag zijn gegaan, is dat nog wel anno 2021, 2022 nog wel de manier zoals wij met elkaar om willen gaan als vereniging? Het derde wat meespeelde was de groei van de vereniging, de grootte van de vereniging. Ja, we zijn een vrijwilligersclub, meer dan 3000 leden. En wij moeten dat allemaal regelen tussen de soep en de aardappel. Zeg maar zoals het is. En natuurlijk hebben wij geluk dat we, Vincent vooral en ik, dat we een beetje onze werkgever een beetje wat clement wil zijn met ons. Maar het is, als je alles wil doen wat op ons afkomt, Dan is dat een enorme belasting. En dan het vierde wat nog meespeelde, is dat ook de omgeving, zoals de overheid, maar ook werkgevers en werknemers, steeds meer een beroep doen op ons als kennis- of vakvereniging. Beroepsvereniging, sorry, vakvereniging is een foute benaming. Maar goed. En daar zitten we nog wat discussie over te voeren. Maar goed, dat is allemaal voor de toekomst. Ook om die nieuwe vorm met elkaar verder uit te kristalliseren. Maar al die dingen bij elkaar hebben wij gezegd van, nou, laten wij eens een groep mensen bij elkaar trommelen in de vereniging, die voor ons is het veldwerk gaan doen om te kijken hoe zou zo'n vereniging anno 2022 er nou uit moeten zien. Ja. En wat hebben we daarvoor nodig en hoe? Nou, daar hebben een aantal leden zijn aan de slag gegaan, onder leiding van jou natuurlijk. En dat betekent dat zij met de behulp van deskundigen, want dit is een materie. Kijk, veiligheidskundigen hebben overal verstand van, dat weet ik. Want ik zit er al jaren in die business. Ja, dus die hebben al jaren verstand van, ook van organisaties en van verenigingen. Maar toch komt er wel meer bij kijken. Dus ze hebben ook wel de werkgroep laten bijstaan door deskundigen. Ja. Nou, en die zijn aan de slag gegaan. En die komen met voorstel, die hebben een rapport gemaakt, en dat willen we in november met de leden gaan bespreken. Daarom dit gesprek, om ons alvast een beetje, in de Japanse hiërarchie zeggen ze, gaan we een beetje voorwassen, zoals dat heet. Ja, warm lopen. Warm lopen. Dus dat is wat de bedoeling is van dit gesprek. Dus Rob is eigenlijk de afgelopen jaren bezig geweest om de vereniging toekomstbestendig te maken. Ja. Op bestuurlijk en organisatorisch niveau. Ja. En er komt wat bij kijken, want het is niet alleen dat we intern de organisatie moeten verbeteren, maar ook de communicatie intern. Moeten wij naar de digitaliseringsslag die we moeten gaan maken? Moeten wij als vereniging, hoe gaan we die kennisdeling beter structureren? Moeten wij ook niet in de toekomst iets gaan doen aan de vorming van veiligheidskundigen? Het vakmanschap goed vasthouden. We zijn natuurlijk al mee begonnen met register en dat soort zaken. Maar er komt nogal wat op ons af, want de boze wereld is echt aan het veranderen. En de rol van de veiligheidskundige zal ook anders zijn als 20 jaar geleden toen wij begonnen. Hè? Absoluut. Zeker. Je was officieel, en ik heb het opgeschreven, voorzitter van de werkgroep Herzieningen, Statuten en Huishoudelijk Reglement. Ja, klopt. Dat hebben jullie de afgelopen 2 jaar gedaan? Nou, daar zijn we mee begonnen. Met het herzien van de reglementen en vooral inventarisering maken. We hebben een van de deskundigen is Lars Honing. En ik denk dat we die naam best mogen noemen, want Lars is deskundig op het gebied van verenigingen, reglementen, organisatievorming erin.
En toen we daarmee bezig waren, ging Lars van een aantal standpunten uit. En daar hadden wij als werkgroep, want we zijn best een stevige club mensen, die heel intensief daarmee bezig zijn gegaan. Op een gegeven moment zoiets bij van, ja, maar we moeten ook even gaan kijken. De NVVK is nogal wat, heeft een heleboel in huis en doet ook een heleboel dingen. Nou, bestuur hebben we natuurlijk al gehoord, heel intensief bezig. Maar binnen allerlei regio, vakgroepen enzovoorts. Dat is niet even iets wat er maar is en wat je kan veranderen. Daar moeten we iets mee. Dus we zijn eigenlijk op twee niveaus gaan denken. En dat denken dat richtte zich op 1, ja, die reglementen. Maar 2, en misschien is dat wel 1 geworden. Hoe gaat die organisatie eruit zien? Want al die vakgroepen moeten een plek krijgen. En die moeten georganiseerd worden. En met wat Kees net al aangaf. We zijn met een heleboel dingen bezig. Verschillende brillen op. Hoe maak je NVVK eigentijds? Hoe maak je de veiligheidskundige een onverbrekelijk onderdeel van die NVVK? Vormend, opleidend. En toen zijn we gaan kijken, wat kun je beter doen? Nou, een van de belangrijke dingen was slagvaardiger. En Kees noemde het al, helaas, de AV, de algemene vergadering. 2 keer per jaar komen mensen. Vaak ook voor het leuke deel daarvan, wat er zeker is. En het boeiender is. De sociale contact. En dan de besluitvorming. Nou, die besluitvorming, stroperig is die altijd wel natuurlijk. Maar dat matchte niet lekker. Want de een komt, heeft zijn stukken tot op de bodem gelezen. Heeft er een mening over, maar zijn mening. En de ander heeft gezellig gezeten en denkt, hé, hier ligt al wat papier. Wat ga ik daarmee doen? Nou, dat is een beetje chargerend. Maar het is toch wel een beetje de hoofdlijn, de onderscheiden. En ik wijs geen leden aan. Ik heb ook een stukje reflectie naar mezelf toe. Maar het is natuurlijk wel een punt waar we ook in verbeteren moeten. Dus daar zijn we gaan denken. En Lars had daar het voordeel van, ja, een ledenraad. Een gekozen ledenraad, zodat het niet zo vrijblijvend is wie er komt. Maar die club mensen vertegenwoordigen de leden. Ja. Altijd zijn betrokken, krijgen voorstellen, kunnen continu meedenken. En dat klankbord, zijn... hè? Klankbord. Dus klankbord, ja. Bestuur, het is veel intensiever, Kees. Ja. Dat moet echt heel... En er komt veel op ons af. Daarom is het ook zo belangrijk. We hebben natuurlijk te maken met de overheid. We hebben te maken met als vereniging met de Belastingdienst. We hebben te maken met BTW. We hebben te maken met dat wij verantwoording moeten afgeven. Hè? De opmerking van de Belastingdienst van bent u nou een beroepsvereniging of bent u een beleggingsclub? Ja, ja dan daar schrik je van. Ja. Maar we hebben jarenlang niet goed met de overheid gecommuniceerd wat dat nou betekende. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Kees, dat je een bedrijf runt, ja, en ondertussen heel erg met je product bezig bent en vergeet dat daar een financiële wereld en een organisatorische wereld. Ja, en verantwoording achter zit en aansprakelijkheid. En, want er gaat nogal wat om in de verenigingen. Absoluut. Als ik het congres neem en ik neem contracten die we hebben afgesloten met ons secretariaat, met allerlei andere clubs. Ja, dat is een hele verantwoordelijkheid. Het is een behoorlijk... Dat is in het verleden nogal eens niet goed gegaan, omdat dat niet goed in de boeken werd gezet. En dan gingen de leden, met z'n algemene ledenvergadering, werd er uitgebreid over gebakkeleid, terwijl het allemaal wel goed bedoeld was. Maar eigenlijk wij als simpele veiligheidskundigen gewoon ons onvoldoende lieten ondersteunen door deskundigheid. Ja, natuurlijk. En dat traject zijn we dus nu ingegaan. En dat is belangrijk dat we daar ook een partij hebben om mee te sparren. Zijn we goed bezig? Is het de kwaliteit? Dus ja. En die partij, dat is concreet de ledenraad. Dus de ledenraad, ja. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we vanuit de werkgroep op een gegeven moment dachten, ja, het moet professioneler. Nou, dat zat ook verweven in de opdrachten. Bestuur en ledenraad, dat zouden professionele organisaties kunnen zijn. En waardoor dat je ze allebei, als het ware, benoemt, dat ze een tijd hebben waarmee bezig zijn, heb je in plaats van een wisselende samenstelling tijdens een algemene vergadering, heb je nu een permanent orgaan, laten we het maar even zo noemen, van 15 leden, die gekozen zijn door die achterliggende leden, die als het even goed is daar ook mee communiceren, en die praten met een bestuur. De kleine bestuur wat heel slagvaardig kan zijn en kan zeggen in dat interactie komen we tot betere besluiten. Ja. En daar waar wij twijfelen, zoeken we de deskundigheid op. Ja. Een van de deskundigen die al ingevoerd is, maar we noemen toch even de accountant. Want je noemde al BTW en dat soort dingen. Nou, en laten we eerlijk zijn,
Of het nou een vereniging is, een stichting of een onderneming. Er zit een slagader in en dat heet Poen. Ja. En als we dat goed hebben, dan kunnen we gaan kijken wat voor leuke en interessante dingen we doen. Ja, ja. Nou, en dat laatste deel, dat is voor zeker ook bij hen. En zeker met de wijzigingen die er plaatsgevonden hebben, ook in het verenigingsrecht, ja, is de verantwoordelijkheid van het bestuur naar de leden toe over. Ja. Alles wat er gebeurt in zo'n vereniging is zwaarder aangezet. Dus dat betekent dat wij ook professionals nodig hebben. Die ons helpen om een goede verantwoording te geven over onze financiële huishouding, maar ook eigenlijk over de complete huishouding van de vereniging. Eigenlijk zie ik het een beetje, ik heb een nieuwe deur in mijn huis gehad, 2 jaar geleden. Nou gehad, ze zijn geplaatst. En die moesten geverfd worden. En de kosten die er waren, dacht ik, nou weet je, dat ga ik zelf doen. Maar de tijd leerde mij dat ik daar te weinig ruimte voor had. En ik dacht ook, die deuren moeten wel goed geverfd zijn. Want als ik een mooie deur in doe die niet goed geverfd zijn, dan zie ik ze elke dag. En er is niks zo erg als jij jezelf daar de schuld van te geven. Ja, ja. Dus ik heb een professional ingehuurd en die heeft ze schitterend geverfd. Ja. En eigenlijk is dat wat ik je als bestuur en als ledenraad ook zie doen. Daar waar we op een gegeven moment zeggen van nou, we hebben hier iets, daar moet iets goeds van gevonden worden. Waarom zouden we dat niet buiten zoeken met iemand die elke dag deuren verft? Ja, ja. Maar in dit geval zou je daar allerlei dingetjes voor kunnen verzinnen, ja, natuurlijk. Iemand die daar dagelijks mee bezig is, is deskundiger op dat terrein. Ja. Nou, past er in het grote geheel. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we ook kijken naar dat er leden er anders in zitten hoe ze met elkaar omgaan. Een vereniging, dat blijf ik belangrijk vinden, is ook dat je met elkaar samenwerkt en dat je elkaar ziet. Ja. De vereniging heeft ook een sociaal aspect en dat is het mooie van de vereniging. Van de vereniging. En ik geloof ook niet dat we alles digitaal kunnen doen, want dan is dat sociale aspect volledig weg. Hè? Ja. Maar het is wel, het zou wel een toekomst een soort combinatie kunnen zijn van sociaal en waarbij we met elkaar allerlei dingen delen. En het digitale gebeuren. Nou, ja. Dat vergt een professionele organisatie om dat allemaal goed van de grond te krijgen. Want als bestuur kunnen wij niet zeggen dat gedeelte doe je digitaal en dat gaan we weer met leden in een zaaltje doen. Nee, dat moeten leden zelf kunnen doen, aangeven. En ik denk dat in de toekomst het bestuur veel meer moet faciliteren, het faciliterende rol krijgt om de vereniging te laten bloeien. Ja. En in het verleden was misschien de vereniging of de bestuur ook nog wel een beetje die van alles en nog wat naar voren bracht om die leden te enthousiasmeren of te meer dan alleen maar faciliteren. Ik denk dat wij als bestuur veel meer terug moeten naar, wij moeten zorgen dat het gebouw er is, de spullen er staan, maar wie er gaat leven in dat gebouw en hoe dat gaat, ja, dat moeten de leden gaan doen. En dat is denk ik een mooie aanzet die jullie als commissie hebben aan de leden gaan voorstellen. Ja, nou precies, want dat verenigde, dat willen we zeker houden. Dat is absoluut een doel. De algemene vergadering, of die in die vorm blijft bestaan, is een ander. Maar we gaan daar zeker verandering aan brengen. En het belangrijkste besluitvormende van die vergadering komt bij die ledenraad te liggen. Ja. En die gaat die interactie aan met het bestuur, zodat daar slagvaardiger en intensiever mee bezig zijn. Ik denk dat we wel als bestuur en ook met de commissie nog eens even goed moeten nadenken over of we wat voor rol we die algemene ledenvergadering of dat nog wel. Dat zou je ook anders kunnen invullen. Ik weet nou geen oplossing, maar we hebben misschien wel een kennisdag. Volgens mij staat het in de plannen heel mooi. Hè? De algemene vergadering gaat over ontmoeten en informatie uitwisselen. Juist. Een beetje wat jij net ook zei. Hij blijft bestaan en in welke vorm dat dan ook is, daar gaan we met z'n allen naar kijken. Als het besluit op 11 november wordt goedgekeurd. Ja. Maar hij gaat om dat sociale aspect informatie uitwisselen. En aftasten wat de leden willen. Ja, en ook interessant is het natuurlijk, we hebben het over 15 ledenraadsleden. Ik vind het een heel mooi woord, want dat blijven ze achter de rug. En die leden, die hebben ook weer een achterban. Die worden gekozen. En die kunnen ze dan mooi ontmoeten op zo'n algemene vergadering. Ja, en verantwoorden. En dan, ja, vooral, ja, maar uitleggen en luisteren. Ook binnen die interactie. Ja, ja. Ik bedoel, wat dat betreft. En ik denk dat wij als bestuur dat moeten faciliteren. Ja, natuurlijk. En ik denk ook dat de ledenraadleden daar zelf mee aan de gang moeten. Ja. Het zou ook een deel kunnen zijn dat hun dat in gaan richten. Wij gaan praten met onze achterban. Want wij hebben een besluit genomen. Kijk, en op het moment dat je een besluit neemt, sluit je iets uit. Dus niet elk besluit zal omarmd worden als een belang voor de vereniging. Maar je kunt het vaak wel uitleggen. Ja. En dat uitleggen zou daar kunnen gebeuren. Ja. Maar dan ben je van de discussie over besluit nemen af.
Want dat gebeurt in de interactie bestuur-ledenraad. Ja. En dat gaat heel intensief. Meens. Maar dan zijn we er nog niet helemaal uit, want ook die mensen zijn allemaal tussen de soep en aardappels. Ik realiseer me dat ik heel weinig nog soep en aardappels op één avond eet. Maar los daarvan, die mensen die moeten het ook in hun eigen tijd. En, ja. Ik ben verbaasd over de intensiteit en mensen willen. En eigenlijk is er geen NVVK-lid die zegt, nou even niet. Tenminste, dat is mijn observatie. En dat vind ik hartstikke goed, maar daar heb je het professionele karakter nog niet. Want ik denk nog vaak aan die deuren en dat ik er geen tijd voor had. En ik denk, ja, ik ben toch heel blij dat ik die professional ingehuurd heb. Nou, daar is binnen de vereniging ook aandacht aan besteed. En gezegd, hoe kunnen we nou die ledenraad en dat bestuur professioneel ondersteunen? En dan komt er een verenigingsmanager om de hoek kijken. En dat is een begrip, want dat is in een wet verankerd. Er is ook een opleiding voor. Hartstikke mooi, maar wat gaat hij doen? Nou, dit is een hele goeie, want hij heet ook Rob. Dat is sowieso een voordeel, denk ik. Maar hij is in een pilotfase. En hij is heel erg goed gaan zoeken naar wat kan ik nou doen. En interessant om dat besluitvormingsproces bestuur, ledenraad vorm te geven, is, oké, bestuur heeft ideeën over hoe ze strategie wil. Want we hebben uitgedokterd dat kijkend naar hoe groot die vereniging is, wat het bestuur moet gaan doen, de vijf mensen die we in dat bestuur willen zien, die hebben daar vast een idee van, maar brengen dat naar die professional, naar die verenigingsmanager toe, die daar een voorstel van een beleidsplan maakt. En natuurlijk wordt daarover gesproken met elkaar. En daar gaat over gesproken worden met de ledenraad. En dan komt er een klap op. Ja. En dan heb je al een raamwerk van, dit gaat het worden. Ja, ja. En ik denk ook het beheren van ons back-office. Dus de contracten over de informatietechnologie, onze communicatie. Daar zit allemaal werk achter, wat nu door bestuursleden wordt gedaan. Onderhandelen over de prijs, de kwaliteit. Nou, en ik kreeg je te doen, dat IT-verhaal, dat is een drama waar je gewoon pijn in je rug van krijgt. Ja, ja, ja. En dan moet je echt goed terdege te plaatsen. Het moet goed uitgewerkt worden. Ja, en heb je ook weer het voorwerk daarvoor om uiteindelijk dat goed uit te onderhandelen voor de vereniging. Daar heb je een professioneel iemand bij nodig. En het ideaal is ook weer dat hij elke dag zijn deuren verft. Ja. En hij is dus elke dag bezig met het invullen van dat soort professionele dingen. Ja. En kan hij het niet zelf, heeft hij nog een ondersteuningsbureau waar wat mensen in rondlopen. Ja. Dus hij is de handen en voeten. Ja. En het denkwerk en de besluitvorming zit bij die ledenraad en zit bij het bestuur. En de verenigingsmanager kan daar uitvoering aan geven. Ja, natuurlijk, dan rapporteert hij. Hij heeft een idee. Het is niet ineens drie eenheden van hele andere werelden. Maar door die samensmelting met rollen en professionalisering kan het veel sneller en beter gaan worden. Het is goed om nog even bij te zeggen dat het besluit wat de leden een aantal jaren geleden hebben genomen, dat de NVVK geen personeel in dienst neemt, gaan we ook niet doen. Nee. Het zijn altijd mensen die we inhuren of organisaties die we inhuren op basis van werkzaamheden die ze verrichten. Dus we blijven het standpunt volgen dat we geen vaste mensen in dienst nemen. Nee, dat willen we als de risico's die daaraan verbonden zitten, willen we als vereniging niet. Als werkgroep kijken we kritisch mee, want er gebeuren al dingen. En, we hebben thermometers rondlopen. En een van die thermometers zegt van, en de ondersteuning die het bestuur en de ledenraad nodig heeft van die verenigingsmensen, kunnen we dat behappen? En wat is daar precies voor nodig? Ja. Nou, dan kom je op veranderkunde uit. En dan heb je in het begin natuurlijk zo'n enorme ballon die langzaam leeg moet lopen naar dat het eigenlijk als vanzelf loopt. Nou, hartstikke mooi als dat lukt. En dat proces, dat zijn we nu in kaart aan het brengen en dat loopt. Ja. Dus in die zin hartstikke goed. Maar Kees, ik hoor ook van mensen, want we proberen ook thermometers te raadplegen, die zeggen hartstikke mooi, hé. Algemene vergadering weg. We hebben het nog over als vereniging. Daar zaten veel mensen en de besluitvorming ligt nu helemaal op straat, maar in dit geval ledenraad. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik heb er ook wel tegen aangehikt. Ik ben ook wel echt wel een verenigingsman. Ja. En ook bij andere organisaties, een hockeyclub of voetbalclub, is het belangrijk dat de leden korte lijnen hebben met het bestuur. Ja. Ook daar heb je het, als het goed gaat, zit anderhalve man in de paardenkop, blijft allemaal in de tent. Als er ruzie in de tent is, zit de tent vol. Dat zijn signalen. Maar dat is voor een bestuurder, vrijwillige bestuurder, is het verrekte lastig. Ja. En, want je,
ja, je probeert toch het zo goed mogelijk voor je leden te doen. En er zijn, dat zijn leuke dingen, maar er zijn ook minder leuke dingen. Ja. Je moet soms heel, niet altijd even leuke beslissingen nemen als bestuur om de vereniging draaiende te houden. Of, en dat denk ik dat we op deze manier een beter contact krijgen met de leden. Maar ook, wat ik heel erg belangrijk vind, een soort klankbord waarin we met elkaar besluiten kunnen nemen die van belang zijn voor de toekomst van de vereniging. Dus ik ben er wel een voorstander van. Groot voorstander van. Ik ben blij dat je het zo zegt, want ik denk ook dat het absoluut niet de bedoeling is om leden op afstand te hebben. Nee, juist dichterbij. Dichterbij. Ja, en dan vertegenwoordigd door je ledenraad. Ja. En anders als je naar een algemene vergadering niet komt, kwam het maar zelden voor dat je tegen een ander lid zei, wil jij voor mij daar dit zeggen? Maar er blijven altijd mogelijkheden om je standpunten in de vereniging kenbaar te maken. Absoluut. Je kunt het schriftelijk, je kunt via de website, je kunt dingen op de agenda zetten, agenderen. Zeggen van, dat wil ik graag hebben dat dat besproken wordt in de ledenraad. Dat zijn allemaal zaken die we goed moeten regelen en die gaan we ook goed regelen. Dat leden altijd laagdrempelige contacten blijven houden met het bestuur en de ledenraad. Want die ledenraad die wordt gekozen door de leden. En dat betekent dus dat er altijd een verworvenheid is. Er is een plan gemaakt door evenredige verkiezingen. Dus dat je niet heel Nederland hebt, maar dat er groepen zijn. En we noemen dat kiesdistricten. En in een kiesdistrict worden 3 mensen gekozen. Drie leden. En die komen in die ledenraad en die gaan daar mooie dingen doen. Ja. En die kun je dus ook raadplegen. En het instrument om die ledenraadsleden te zien en misschien wel aan te raken. Ik wil voorzichtig mee zijn. Maar we hebben een vertrouwenspersoon. We hebben een vertrouwen. Nee, maar dat is die algemene vergadering. Ja. Dus die is er nog wel, of die zo moet heten. Laten we nog even doen. Oh ja, maar hij is er nog. Mensen kunnen dus nog steeds in contact komen. Heel concreet en wat minder concreet, misschien digitaal of de tussentijd tussen de algemene bijeenkomsten, laten we ze zo noemen, met ledenraadleden. Dus de invloed is er zeker wel. En dat is ook de reden waarom we als werkgroep gezegd hebben, ja, hier kunnen we handen en voeten aan geven. Ja. Hier geloven wij in. Ik denk dat ze meer invloed hebben, de leden. Omdat, als je nu kijkt, de afgelopen jaren, dat ik in het bestuur zit en lid ben van de vereniging, dan moeten leden maar eens in de spiegel kijken en zeggen van ik ben naar een ledenvergadering geweest. Hoe zit het nou met mijn invloed dan? Ja. Nee, ik denk dat hij verbetert. Ik denk dat hij verbetert. En ik denk dat het ten goede komt aan in de toekomst om de vereniging bestendig te maken daarvoor. Ja. En als ik naar een samenvatting mag toegaan, volgens mij. Hè? Er zijn 5 belangrijke punten in de hervormingen. Ja. 1 is natuurlijk die algemene vergadering. Die gaan we anders vorm geven, maar we zeiden eerder dat het draait om dat ontmoeten, informatie uitwisselen, dat sociale aspect. We hopen dat er dan ook meer leden gaan komen dan dat er tot nu toe altijd zijn geweest op de AV's. Mm-hmm. De leden gaan hun invloed behouden, dat zal via de ledenraad gaan. Hè. Er komen 15 leden in de ledenraad, inderdaad een lastig woord, ledenraadlid. daar komt de besluitvorming te liggen. Die leden van de ledenraad gaan ook communiceren met hun achterban, worden vanuit hun eigen achterban gekozen. Waardoor iedereen ook invloed houdt op de hele structuur binnen de vereniging. Er gaan aanpassingen in het hoofdbestuur plaatsvinden. Dat bestaat nu nog uit 10 leden. We gaan waarschijnlijk terug naar 5, is het voorstel nu. Waardoor dat ook slagvaardiger kan gaan werken. Samen met de verenigingsmanager uiteraard. Daar hebben we het ook al over gehad. Hè, die op freelance basis zich gaat inzetten voor de vereniging. En we blijven natuurlijk die kennisintensieve organisatie als NVVK. Het gaat om het leren, elkaar helpen, versterken. Dat hebben we ook gezien nu met de introductie van de app natuurlijk, die daar ook weer aan bijdraagt. Misschien moeten we daar nog iets over zeggen, over dat kennisintensief, hoe we dat vorm kunnen geven. Want hoe goed de bedoelingen ook zijn, er is soms sprake van een eilandcultuur, waarbij deskundigheid geborgen blijft in een werkgroep of anderszins. En dat willen we graag veranderen. We willen dat graag NVVK's maken. En een idee daarvoor is een matrixorganisatie, waarbij al die vakgroepen en zo er nog steeds zijn. Maar binnen projecten, en dat is een kenmerk van een matrixorganisatie, je gaat een project doen, kan de een en de andere vakgroep aansluiten
op een bepaald thema. En dat thema gaan ze met elkaar bespreken. En de een heeft die deskundigheid, de ander heeft die deskundigheid. En samen worden we steeds sterker op dat terrein. En dat is die matrixorganisatie. Zoals we het nu hebben bedacht, is dat een organisatie die aangestuurd wordt door de verenigingsmanager. En dat aansturen bestaat eruit dat hij laadjes opentrekt waar vakgroepen, waar regiogroepen, waar deskundigheid in zit. En dat bij elkaar brengt in een project. En dat project laat lopen. Nou, dat project kan buiten de organisatie, binnen de organisatie zich vormgeven. Maar het is wel heel belangrijk dat we daar een soort lerende organisatie van maken. Dat iedereen elkaar inmasseert en komt tot, hey, ik zit bij de NVK, jij ook. Maar we kijken op een bepaald traject anders naar elkaar. Laten we dat eens proberen samen te gaan doen. En ik heb zelf wat ervaring op dat terrein en het is gewoon ontzettend boeiend. Want binnen je eigen wereld blijkt er ineens veel meer te kunnen. En dat maakt je als NVVK ontzettend sterk als je het over deskundigheid hebt. En natuurlijk, we moeten kijken, want er zijn belangen. De een zit in een organisatie geborgen. Een van de ontwikkelingen, Kees, is vroeger zat iedereen in een organisatie. Tegenwoordig bijna niet meer. En dat is nogal een andere. Ja, dat is een klein detail. Ik denk dat je als NVVK-lid in de toekomst heel blij mag zijn dat je zo'n pet, gebreide pet, NVVK op mag zetten. Ja. Want dat is een pleetje voor je. Voor je naar buitenwereld. Maar daarom is het ook zo goed dat wij zeggen van als NVVK, wij gaan allerlei dingen faciliteren. Ja. Daar zijn de risicomanagers ook bij ons aangesloten. Een club die gebruik maakt van onze infrastructuur, maar wel een eigen identiteit houden. Maar kan ook kruisverstuiving ontstaan. Dus wat die risicomanagers aan kennis en kunde hebben met de leden die in het veiligheidsdomein, want het zit heel veel raakvlakken. Het zit heel raakvlakken. Nou, misschien komen er in de toekomst nog andere clubs waar we mee in gesprek zijn, die ook in hetzelfde vakgebied zitten waar wij in zitten. Ja. En willen gebruik maken van onze infrastructuur, maar toch nog een eigen identiteit willen blijven houden. Maar uitermate van belang is voor de toekomstige rol van de veiligheidskundige of armoedekundige, moet je het maar wel noemen. Het maakt me niet uit. Een discipline die zich bezighoudt met veiligheid. Misschien gaan er ook wel groepen bij aansluiten die zich meer bezighouden met veiligheid in de boze wereld. Sociale veiligheid-achtige omgeving. Ik heb voor de bespreking die we met de werkgroep hadden recent, heb ik nog eens even gekeken naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ja. En wat voor disciplines, wat voor onderzoek kunnen doen. Dat is een prachtige bron voor ons om te kijken wat is er allemaal. En dan zie je ook dat ze onderzoeken doen naar beveiligingen van personen. Ja, helaas, Peter R. de Vries. Hoe kun je dat beter doen? Nou, het is niet direct iets wat ik de NVVK zie doen, maar het is wel een terrein wat aanpalend is waar je over kunt praten. Yes. Nou, om dat goed te structureren, hebben we die kennisintensieve organisatie nodig. Ja. Moeten we van elkaar willen en kunnen leren. Ja. En dan kom je op zo'n matrixorganisatie waarbij je het leerproces kunt structureren. Ja. En over dat alles moeten we 11 november stemmen. Nou, ja. De leden moeten daarover stemmen. Ja, dat, ja. Ja. En dat gaan we online doen. Dus iedereen gaat daar. Jullie zijn natuurlijk live aanwezig, die bijeenkomst. Maar de leden zullen online aanwezig zijn. Dat kunnen we allemaal gelukkig zo regelen. Dus we hopen ook dat zoveel mogelijk leden gaan deelnemen. Dat is het doel ook van deze video. Om mensen daarop voor te bereiden. Dat ze een goede stem kunnen uitbrengen. Mochten de leden akkoord gaan 11 november, dan gaan we in Q1 aan de slag met de statuten en zal er eind Q1 in een AV daarover gestemd worden. En dan kunnen we in Q2 aan de slag met de ledenraad en met de nieuwe vorm van bestuur. Ja. En dan kunnen we dus halverwege volgend jaar. Gaat er al een jaar overheen? Ja. Ik roep de leden wel op als ze vragen hebben, als het onduidelijk is of wij die goed uitgelegd hebben. Kan allemaal. Schroom niet om op tijd vragen te formuleren die we in de algemene ledenvergadering kunnen behandelen. Maar het secretariaat kun je 24 uur vragen aan stellen of sturen, mailen. Sturen wel, ja. Ja, mailen. Ja. En zij zal ervoor zorgen dat het bij jou terechtkomt of bij mij. Of bij de, we gaan dat wij daar antwoord op geven. En misschien kunnen we dat ook nog wel in een soort vraag-antwoord op onze website zetten. Waarbij al die vragen voor iedereen zichtbaar wordt met de antwoorden die erbij horen. Ja, ja. En misschien zijn de vragen bij wat niet weten, gaan we het uitzoeken. Ja, ja. Maar in ieder geval gebruik de tijd, de komende tijd in ieder geval, om ons te bevragen. Te bevragen. Ja, ja, we weten ook niet alles. Nee, daarom. Ja. Kom maar. En één ding.
Het is een vereniging, Kees. Ik ben het helemaal met je eens. En dat betekent dit. We verenigen ons. Ja. En ook op dit thema. Want het kan niet zo zijn dat wij... En ik zit hier, maar we hebben een hele boeiende werkgroep met mensen die heel veel daarop investeren. Maar we weten het gewoon niet allemaal. Nee. Wij gaan van aannames uit. We proberen ze kritisch te bekijken. We leggen er SWOT-analyses op. En dan komen we tot een redelijk resultaat. Maar we willen erg graag van de leden horen hoe het erbij staat. Ja. Dus we gaan richting 11 november nog heel veel communiceren. Niet alleen deze video, er komen nog animaties aan. We hebben op de website al een pagina, ook die hangt onder over NVVK. Daar staat alle input op die we tot nu toe hebben. Daar staat ook het grote rapport op. De pagina's, veel pagina's PDF. We hebben een nieuwe app natuurlijk, dus daar gaan we ook veel nog via mee communiceren met iedereen. Nieuwsbrieven, noem alles maar op. Speciale mailings ook natuurlijk voor, met de stukken voor de AV, et cetera, et cetera. Maar inderdaad de oproep om zoveel mogelijk vragen ook al te stellen. Ja. En die zullen we ook openbaar beantwoorden, om het zo te zeggen. Ja, ja. Dus alle leden worden geïnformeerd over alle vragen die ook van tevoren gesteld worden. Ja. Heren, dank jullie wel. Volgens mij hebben we heel veel informatie gedeeld. Dat is het allerbelangrijkste. En we hopen iedereen 11 november digitaal te zien. Helaas digitaal. Helaas digitaal. Maar, mag ik nog één ding zeggen? Graag. We hebben wel een groot congres. Heel goed. 75 jaar bestaan wij als vereniging. Kijk. Hey, zo lang houden we het al vol. En bloeiende vereniging. We zijn er trots op. En we hebben ook een groot congres op, in november 2022. Ja. En dat is fysiek. Ja. En ik hoop daarvoor dat we ook nog wel een aantal fysieke bijeenkomsten hebben. Maar dat is in ieder geval fysiek. En dan gaan we kennis en vrolijkheid en misschien ook wel feest met elkaar delen. En, want we mogen ook trots zijn dat we 75 jaar bestaan. Zeker. En het is een dynamische vereniging, kan ik over mij praten. Ja, dat is heel goed. Een vereniging die, die leeft, levend is. En ik hoop dat die nog lang mag blijven bestaan in een levende omgeving. Mooi vooruitzicht. Ik ben het helemaal met je eens. Amen. Amen. Dat was hem. Oké. Mooie opmerking.